Welkom bij het NOS Journaal van 8 uur 15 minuten. Gistermorgen heeft professor Zuidam een wondermiddel uitgevonden. Dit wondermiddel geneest alles. Onze reporter ter plaatse vertelt er meer over. Goedemiddag, we staan hier in Nunspeet bij professor Zuidam. Ze heeft een nieuw wondermiddel gemaakt. Hoe heeft u dat drankje gemaakt? Dat mag ik niet vertellen. Eén ding kan ik wel vertellen. Het is alleen voor zieke mensen. Hoe heet het drankje? Nunspeet. Hoe bent u op de naam gekomen? Nou, omdat het heel snel werkt en omdat ik het in Nunspeet gemaakt heb. Bent u klaar om het te onthullen? Ja. 3, 2, 1. Zo. Vandaag hebben we twee proefjes. Dan mogen we drinken. Vandaag hebben we twee proefjes. Quinty Jansen is blind geboren en Natasja Bosman is. Heeft last van haar voet? Ja, hij heeft. Moet je even zeggen? En professor biedt het drankje. En dan gaan we kijken of het. Ja, het werkt. Kijk, ik kan weer rennen. Quinty? Ik kan weer kijken. Wat vindt u van het middel? Ik vind het een goed middel en ik vind dat zieke mensen het vaker moeten gebruiken. Hoe vindt u het om het weer te kunnen zien? Ik vind het heel fijn. Het voelt een beetje raar, maar ik vind het toch leuk dat je kan zien. Oké, dit was het dan. Terug naar de studio. Nog. Het wereldrecord concoursbreken is gehouden hier in Nunspeet. En nu schakel ik over naar Jolien van Os in Nunspeet. We zijn hier op het wereldrecord komkommer eten. Nu ga ik een paar vragen stellen aan twee deelnemers. Hoe heet je? René. En wat is je achternaam? Wets. Hou je van komkommers? Ja. Waarom heb je zin om mee te doen? Omdat ik komkommers snel en dat het heel leuk is. Oké, ik weet niet, een beetje een raar kampioenschap? Een beetje. Oké. Hoi, hoe heet je? Jorie. Wat is je achternaam? Kersjes. Waarom heb je zin om mee te doen? Nou, ik vind het gewoon leuk en ik vind het gewoon grappig om te doen. Oké, hoeveel komkommers heb je te gaan eten? 150. Zo, heb je wel een grote mond? Ja, dat klopt. Hallo, de wedstrijd gaat bijna beginnen. Hoe voel je je? Goed. Ja, heb je er zin in? Ja. En jij? Goed. Oké. Heb je er zin in? Ja, maar ik vind het wel een beetje spannend. Ja, dat snap ik wel. Nou, ik hoop dat jullie er veel gaan opeten. 3, 2, 1, go! Lukt het een beetje? Ja. En met jou? Ja. Het is wel helemaal in je mond, hè? Wilt het niet pijn? Ja. Met jou?
Ja. Oh, mag niet. Hoeveel zit je al? Er zit al anti-aanbak in. Oké. Waar zit anti-aanbak? Dat weet ik niet. Zo. Ben jij ook bijna klaar? Oh. Hoeveel heb je er? 8, 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 8
heeft een nieuwe auto op de markt gebracht. Het voertuig is een 20 persoonswagen. We gaan even kijken naar een filmpje of er werkelijk zo'n 20 mensen in kunnen. Toet toet, boing boing, Kokkie en Peppie. Peppie en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey haasje Reppie. Kokkie en Peppie, opstaan luie Peppie. Toet boing boing, Kokkie en Peppie. Samen ontbijten, Kokkie maakt brood. Peppie een eitje, Kokkie een doppie. Maak koppie koppie, tok 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 tok. Toet boing boing, Kokkie en Peppie. Centjes verdienen, hup naar de bal. Kokkie een schop en Peppie een scheppie. Peppie zegt hoe kom en Kokkie een knal. Nu gaan we door naar het weerbericht van Renske Oosterlaken. Het gaat vandaag regenen, dus ik word helemaal nat. Dus ik heb voor de zekerheid een paraplu meegenomen. Voor mij gaat het vandaag ook wat sneeuwen. Regen en sneeuw bij elkaar. Vandaag sneeuwen. En ik kan zo gaan skiën en snowboarden. Morgen wordt het zonnig en gelukkig geen regen en sneeuw. Dit was het weerbericht voor vandaag. Tot morgen.